Een hele goede morgen, lieve vrienden. En van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. We zijn op dinsdagavond beland en het is 9:40 en we leven op 4 september. Ja, het jaar gaat toch maar weer snel. Voordat we het weten is het weer 2019. Ja. En mijn hondje die ligt lekker hier al. Die ligt op de uitkijk te wachten op Rebecca die straks weer komt. Ja, die komt weer rond 10 uur. Om mijn huisje schoon te maken zoals vertrouwelijk. Ja. En hier zit ons prinsesje. Die zegt ook weer even goedemorgen. Hé? Ja nou. En onze rode duivel, rode dakhuis. Hé? Wat? Ja, ga maar onder door, man. Ja, dat ik zal zo eventjes mijn ontbijtje klaarmaken. Ik ben net lekker beneden en de boel staat weer open. Want het is niet koud. Nee. En ik werd wel op mijn telefoon gewaarschuwd voor thunderstorm. Nou, wat voor storm, ik weet niet. Maar het zal goed zijn. Ik vind het heerlijk, ja. Het is echt niet koud. Maar in ieder geval, ik zeg tegen jullie allemaal een hele, hele fijne dag toegewenst. Chrissy komt vanmiddag ook. Dus ja, ik vlog wel. Ja, gezellig. En ik krijg mijn persoonlijke begeleidster nog. Nou, dan mag ik niet vloggen. Maar ja, ze staat al wel op de vlog. Dat is zaterdag gebeurd. Ja. Maar ja, jullie weten toch niet wie ze is. Dus pech gehad. Ja, het was buiten hoor. Niet hier. Dus zij heeft daarvoor gewoon pech gehad. Zij heeft mij op de foto genomen. Nou ja, zij staat bij mij op de vlog. Simpel. Kan er niks aan doen. Had ze daar maar niet moeten staan. Ze zeggen, lieve vrienden. Tot vanmiddag. Of weet ik veel. In ieder geval tot later. Ja, goedemiddag lieve vrienden. Chrissy is ook al lekker gezellig bij me, maar zo gezellig hebben we het niet, want ik zit over mijn ene poezebeestje in. Dat zwart-witte poezebeestje van mij. Die is gisteravond, dat het net begon te schemeren, is naar buiten gegaan. Niks, het handje gewoon, lekker naar buiten. Maar tot op heden is ze nog niet terug en het is nu... Dus alweer dinsdag en het is 13:45 en ze is nog nooit niet terug. Ik zit zo over erin en nou is Chrissy eventjes, terwijl ze aan het roken is, even wat lopen. Kijken of ze er ergens ziet leggen of wat dan ook. Want ik denk het ergste. Ja, het doet me pijn. Maar ze is nog nooit zo lang weggebleven. Wel s'nachts, maar dan is ze de volgende dag, als ik de tuindeur open doe, is ze er weer. En nou is ze er niet. Ja, miauw. Ik heb er nog wel twee, maar die andere hoort er ook bij. Mijn meisje, ja. En ze is er niet. Dat doet me zeer. Want ik ben bang dat er iets is overkomen, maar het kan ook zijn dat vastzit in een schuur of zo. Nou ja, en dan ja, verdikken me. Ze is weg. Mis haar. Ik hoop dat ze nog terugkomt. Ik weet het anders ook niet, lieve mensen. Nee. Maar ja, ik moet de moed erin houden. De dag is nog niet voorbij. Misschien dat ze vanavond onverwacht voor de deur staat. Laten we het hopen. Er wordt ook wat anders beweerd, dat we noodweer krijgen. Ze hebben het maar over thunderstorm en noodweer en ja, hallo. Het is prachtig mooi weer, de hemel is blauw en hier en daar ja, een klein schapenwolkje. Het is hier wel bewolkt, maar de zon die schijnt ook. Dus ja, ik weet het allemaal niet, hè. Nee, ik weet het niet. Maar dat, ja,
we wachten maar af en ik hou jullie op de hoogte. Ze zeggen tot straks, want als Chrisje er weer terug is, zal ik ook nog weer even vloggen. Ze zeggen tot straks. Hey Chrisje. Hey, hallo. We zijn bezig, het. We zijn bezig. Ik denk, ach, laat ik dit plantje eens even verlossen van zijn dode elementen. Ach, zo. Ja, dat moet ook gebeuren, hè? Ja. Ach. Maar ik ben altijd met plantjes bezig als ik bij jou ben. Ja, jij wel. Kijk, nou zitten we er samen erop. Oh, hallo. Ach, lieve kijkbaarskinderen. Wij zijn dicht samen. Ja, gezellig. Nou ja, gezellig. Jullie weten het al, ik had het al verteld, dat mijn poesjebeestje verdwenen is. Chrisje heeft de hele wijk al doorgelopen. Ja, tenminste de halve wijk, laat ik het zo zeggen. Maar zeg, de hele wijk, dan ben ik nog wel even onder het pak. Ja, klopt. Dus ja, ik heb de dierenambulance al gebeld. Ik heb me ingeschreven, hoe heet dat? Bij AMIV. AMIVedia. Dus ja, we wachten af. Ik hoop dat ze alsnog zelf terugkomt. Dan kan ik de hele kliek weer afbellen. Dat ze er weer is. Maar dan ben ik wel zo. Dan komt ze voorlopig niet 's avonds weer buiten. Nee. Arm beestje. Ja, nou, dan moet ze maar niet Nu wordt me heel erg gestraft om terug te komen. Zou ik ook niet meer terugkomen? Nou, dat is... Nou, ik hoop dat ze terugkomt. Laten we eerlijk zijn. Dat hoop ik ook. Ja. Dus, mocht er nog iemand zijn die een zwarte en witte tegenkomt. Ja. Het maakt niet uit of het nu die van Carina is of niet. Gewoon even melden. Ja, even melden. Ik ken ook op mijn Facebook bij Corine Luisterburg de Jong. Daar kunnen jullie het ook melden. Dus ja, degene die in Den Helder wonen, een klein zwart-wit poesjebeestje. Het is een meisje, er zit een bandje om, enkel de kleur weet ik niet meer. Maar het is een familie van een dwergkatje. En ik hoop dat ze gevonden wordt en dat ze het terugbrengen. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Is dat nog behoefte? Nou! Er is vanochtend gestofzogen door Rebecca. Oh, nou, dat zeg ik wel op hoor. Mooi hoor. Nou. Oké, ik zie je buik. Je ziet mijn buik. Dat is niet de bedoeling. Nee. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, zo ziet mijn meisje er dus uit. Laat het nog even een keer goed zien. En ze is nog steeds niet thuis. Ik hoop dat ze toch werkelijk snel zal komen. Maar dat, doet me pijn dat ze er nog niet is. Maar wat doe je eraan? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, Chrisje die is alweer naar huis. Ook die houdt het in de gaten. Mijn persoonlijke begeleidster is ook net, die is ook een dik uur geweest. Ook die zal naar haar uitkijken. Die heeft met haar telefoon ook een foto gemaakt. Die zal ze daar op haar werk uitprinten. Dus ja, ik weet het niet. Er is meer aan de hand hoor. Ja, dat is mijn andere meisje, kijk. Ja, en mij. Het is afwachten. En er is dus meer aan de hand, wat ik al zei. Katja, mijn andere dochter, die ik nou al een jaar niet meer heb gezien. Nou, er gaat nou een brief naar de rechtbank in Zutphen. Ja. Dus ik hoop dat het goed gaat komen. En mag ik eens een keertje winnen? Ik hoop het. Nou, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Het is prachtig mooi weer. Ik weet niet of ik nou zoeken moet of dat ik nou thuis moet blijven. Ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
Nee. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien, ze is weer thuis. Ze kwam eind van de middag. Ja, de ene noemt het al avond, de andere nog niet. Maar bij mij gaat de avond pas sinds 6 uur. En ze kwam om 6:30 dus binnenlopen. Ja, dus ik was helemaal weer happy en gelukkig en blij. Ik heb haar geknuffeld. Maar ze zag er niet uit. Ze is nou weer aardig schoongeschud, geloof ik. Want, nou, dat wit was niet wit, maar ook zwart van de vuiligheid. Allemaal losse vuil. Ze zag er niet uit. Net als, nou, de hele nacht en een hele dag. Totdat ze dacht van ik ga naar huis. In zand heeft gelegen of zo. Ik weet het niet hoor. Maar ze zag er niet uit. Ja, nou, ik ben blij dat ze er weer is hoor. Echt wel. Hé? Ja nou, meisje. Hé? Ja nou. Ja. Hé? Wat voor dikkie hè? Zo weg lang. Zo heel lang weggebleven. Ja, nou moet ze er eigenlijk schoonmaken vanzelf. Hé, wijfie. Ja, tot daar ben ik echt wel happy mee. Ja, ja. Dat, ja, ik zal hem even omdraaien. Maar het gaat allemaal weer zo lekker moeilijk met mij. Zo. En ja, ik hoop dat het nou een beetje beter gaat. Dat ze nou thuis blijft voorlopig. Ja, en niet weer de hort op gaat. Maar ja, ook dat komt goed, hopelijk. En ja, er waren vandaag meerdere dingen aan de hand. En ja, ik ben er nog steeds niet bij hoor. Nee, nog steeds ook vanwege mijn meisje Katja. En ja, de begeleidster van mij, die was er nog niet aan toegekomen om een brief op te stellen voor de rechtbank. Daar had ze te druk voor. Ja, ik ben niet de enige cliënt vanzelf. Dus ja, dat moet ze doen als ze het wat rustiger heeft. Dat ik hoop dat ze daar dan nog aan toe komt of morgen of zo. Maar in ieder geval, dat komt ook wel goed. En dan handtekening eronder en versturen naar de rechtbank in Zutphen. Ja, helemaal in Zutphen. Dan kan ik helemaal afreizen naar Zutphen. Ik hoop wel dat er iemand is die met me mee kan, CQ wil. En niet mijn begeleidster, want betalen, nou daar heb ik het geld niet voor. Maar in ieder geval dat er iemand is die met mij mee wilt reizen en ja. Oei, oei, oei. Doe jij even normaal? Yo, dokus. Wat een dikkie. Wat een dikkie. Ja, wat een dikkie. Nou, doen we hem wel even dicht. Zo, wat er zo ook gaan eten. Maar in ieder geval, ja, dan is het donker omdat je naar het licht bent, hè. Zo dan. Maar in ieder geval, ja, ik ga zo eten. Hun hebben het eten gehad. Meneertje met zijn kwispelsteertje heeft nog wel eten in zijn bak. Ja, dat is daar. Kijk eens, eten. Ja, je moet eten. Is het goed voor jou? Maar oké, mijn vlees die staat op. Ik hoorde super al pruttelen. Dan ga ik hoef ik mijn groenten op te warmen en dan kan ik ook eten. Wat ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van jullie avond. Voor na die tijd wel rusten, slaap lekker met de mooiste dromen die er maar zijn. Morgen gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. En van mij krijgen jullie.